Hallo, we zijn er weer met pakjes uit van Aliexpress. Een hele zooi die zijn terechtgekomen in een postagentschap in Litouwen. En die zijn nooit aangekomen, dus wij mogen opkopen. Dus we maken om de zoveel keer maken we een tas open met zakjes. En we zijn nu aangekomen bij de volgende tas. En nou, we gaan beginnen met de eerste, een hele kleine. En ik ga natuurlijk niet kijken wat het pakje staat. Want soms had op de verpakking aangegeven niet alleen waar het naartoe had gemoeten. Maar wat erin zou moeten zitten. Precies, dat willen we niet weten. En wat erin zit is iets heel kleins. De hel. Dat is een klemmetje waar je iets aan vast... Wat had erin moeten zitten in hemelsnaam? Een outdoor tent clip. Ja, het is een outdoor tent clip inderdaad, ja. Het... Nou ja, goed. Je zou met tekort komen. Je zou maar ergens op het kamperen zijn. En je denkt, potver... Heb ik geen outdoor tentclip? Dan heb ik alles bij me. Behalve een outdoor tentclip. Ja, nou... Crap met peren. Misschien dat we hem ergens voor kunnen gebruiken. Ja, voor een outdoor tent. Ja, of iets anders. Yes. Oké, ik ga grabbelen. Oké. Outdoor clip. Hij gaat niet eens zo. Jawel, het is een soort alligator clip. Oké. En je kunt hem aan een touwtje vastmaken. Aha. Wat is dit? Dit is... Dit is met USB bij. Een lampje. Eens kijken, wat zou het er zijn? Laat ik eventjes mijn vertaler erbij pakken. Ja, want wat hier staat, ga ik even niet zeggen wat dit hier staat, maar... Een roll sound amplifier. Oké, dat plaatst natuurlijk een amplifier. Is het misschien een klein spiekertje voor je telefoon of zo, misschien? Hoewel, nee. Roll sound amplifier? America? Dat is geen lampje. Nee. Het is een USB-ding en het kan aan. En er zitten earphones bij. Dus misschien is het de bedoeling dat je zo'n converter, dat je hem kan converten van een headphone jack, misschien voor iPhones of zo, dat er een... Dat je daar dus een USB in kan stoppen en aan de andere kant een earphone jack in kan stoppen. Nou, we zullen even kijken wat het is. Dus, het is iets. Het is iets. Het is iets elektronisch. Ja, een amplifier. Oké. Steekt een stukje uit van een ander zakje. Eens kijken. Dit is 2 flesjes met zilver en goud. Maar ik weet niet of het nagelak is op verf. Oké, dan ga jij even... Oh, misschien dat hier ook staat. Oh, er staat hier Marble Color op het potje. Hoe noemen zij het? Oh, ik heb het net door te knippen. Wat er stond. Haha, hihi. Not applicable to children under 5. Er staat hier metal powder. Keeps metal powder. Dus soms ook voor als je resin gaat gieten om metaalflakes te zien. Als het poeder is, heeft geen zin dat het allemaal uitkomt. Het is zo goed gesealed. Ja, maar moet sowieso even openpakken. Er zit daar een lipje, dacht ik. Nee. Nee? Nee, het is geen... Er staat hier gold en het is een zilveren flesje. Ja, en hier staat een gold flesje en hier staat ook gold op. How weird. How strange. How peculiar. Nou, dat gaan we doen. Hopla, we doen het zelf al. Ik wil niet weten, ik kan nog niet zien wat het is. Ja, dat is spul voor in resinwerk. Ja, dus lijkt het een beetje een soort verf, lijkt het een beetje op. Goud en zilver metal powder. Marble Color. Waarschijnlijk om knikkers te schilderen en zo. Ik heb geen idee. Nou, oké. Okay. Is anders dan nagellak. Ja. Ik grabbel of jij grabbelt? Ik ben even de volgorde kwijt. Jij hebt dit net gegrabbeld. Nou, dan moet jij grabbelen. Nee, geopend. Oh, geopend. Dan moet ik grabbelen dus. Ja. Dan moet ik grabbelen en jij openen. Ik wil proberen de grootte eens even te ontwijken, zoveel mogelijk. Dan pak ik een middelmaatje. Een zwaar doosje. Dus ik zie niet alleen de verpakking dan. Vitamine C serum. Oh, twee potjes. Brightening skin. Aha. Oftewel dus... Ah, er staat er gewoon bij, allemaal in Engels gelukkig bij wat het is. After cleansing your face, take 3 to 5 drops in the palm of your hand and apply to your face with your fingertips. Okay. Massage gently until absorption. Oké. Okay. Twice a day. Vitamintjes zijn goed voor je. Word je sterk van. Dit is Joris 3-pinter. Het is wel iets heel kleins dat jij. Ja, ik mag wel. Ik heb altijd iets heel klein. Zo te voelen is het een tentclip. Het voelt nog kleiner aan dan die tentclip. Dus ik denk niet dat er een iPad in zit. Denk het niet. En het is een clip inderdaad. Het is een clip. Hop. Voor in je haar. Voor in je haar. Nee, ik ga het niet opdoen. Nee? Nee. Oh. Het is een clip met een roze of een zalmkleurig strikje. Dat is niet echt heel erg groot. Ik denk bijna voor kleine meisjes op het idee, denk ik. Of misschien voor Pekinese hondjes. Niet voor een hondje. Nee. Niet voor een hondje. Oh, oké. Nou ja, goed, oké. Dat is fijn. Leuk. Kijk of je bijvoorbeeld maar ook zo'n heel klein zakje kan vinden. Ja. Misschien een andere kleur. Aan de andere kant zitten de kleine dingen. Oh, die heb ik eens. Ja. Oké. Het is niet heel erg klein, maar het voelde even aan als een cd. Dat zal er in zitten, denk ik. Daar is hij een beetje verkeerd van vorm voor. Oh. Misschien is het een vierkante cd. En wat is het? Een telefoonhoesje. Een telefoonhoesje met de letter N en een paar bloemetjes. Oké. En ik heb geen idee voor welke telefoon dit is. Nee. Staat het hierop? Ook niet. Oh jee. Het had naar Kroatië gemoeten in ieder geval. Er staat geen tekst op. Dus als iemand het herkent. Of het type telefoon. Nou, dat is lastig. Lijkt me lastig te herkennen. Ja, misschien dat je het kan zien aan de sleutjes van de camera. Maar... Zo zien we een oud model. Ik zie maar 2 sleufjes. Eentje voor de cameralens en eentje voor de flitser, denk ik. En tegenwoordig hebben alle telefoons een beetje iets van 38 camera's op de achterkant. Dus, mocht er wel iemand zijn die dat weet wat het voor een telefoonmodel is. En toevallig iets hebben met de letter N. Dan, en toevallig wel bloemetjes houden, of juist niet. Een telefoonhoes. Oh, en nee, we hebben beide geen iPhone. Dus wij hebben er niks aan. En hierin zit een. Een mondmasker. Een masker te ietsje stevigere kwaliteit. Een KN95 masker. Voor zover het een echte is, natuurlijk dan, hè. Maar dus een medisch mondmasker. Is dat het enige wat erin zit? Dat is het enige wat erin zit, ja. 1 mondmasker. Oké. Had naar Oekraïne gemoeten. Er zitten ze in Oekraïne zonder mondmasker. Pot voor 3 dubbeltjes. Ja, nou ja. Sorry. Er moet nog 1 klein dingetje. Ik dacht dat ik nog 1 klein dingetje zag. Dat kan. Nou, hier is een klein. Maar even kijken eigenlijk hoor. Ik kan door even pakken, dan een klein beetje zien wat het is. Hoe zit het er nog in? Er zitten er nog, nee, nog twee in, geloof ik. Een hele grote en... Oh, nee, zitten er drie in. Oh, oké. Okay. Drie grote zitten erin eigenlijk. Een flesje lijm, denk ik. Ik denk dat het lijm is. Nou, dan moet je eventjes jouw telefoonvertaler er even bij halen weer. Kijken, wat staat hier, wat er in had moeten zitten. Dit had naar Hongarije moeten, dit. Waterproof and impactproof. Cooking oil formula. Not hard, not crisp, soft and strong. Burst excellence and rise to the top. Cooking oil? Waterproof, yeah, that's strange. It's a cooking oil formula. It is a purpose adhesive ceramics, glass, rubber, plastic, metals, timber, jade, handicraft, leather. Cooking oil earthquake for... and high temperature. Cooking oil voor leer? Of dat ik denk dat het gebaseerd is op een soort olie. En het is een lijm die heel erg goed zal hechten, zelfs tijdens earthquakes en high temperatures. Oké, okay, yes! Aangebroken flesje. Cooking. Lijm. Lijm cooking oil formula. Weird. Nou, normaal als ik er wat meer weet, dan zet ik het zo. Just oh nee, wacht. Oh, er zijn nog twee. Wil jij eerst een kleintje hebben? Nee! Nee! Nou wil ik eens een keer een grote. Oké. Okay. Elke keer die kleintjes. Dan heb je een lege verpakking elke keer krijg ik, of nagellak, of lijm. Of lijm, of zonnebril. Of spullen voor onder je ogen te plakken. Nou, wil ik eens een keer een groot. Uh-oh. Ik hoop niet dat dit maandverband is. Nee, het is geen maandverband. Dit is een brillenkoker. Nou, het is niet één brillenkoker. Het is twee brillenkoker. Het is drie brillenkoker. Het is 4 brillenkoker, het is 5 brillenkoker, het is 6 brillenkoker. Maar wat zit erin is nou te vragen? Zenni.com. Er zit iets in. Misschien zit er wel smartwatch in. Even kijken hoor. Oh, dat kan zo open. Het is... Er zit een bril in. Met een brillendoekje. Maar wat voor bril? Is op de verpakking wat voor... Nee, dat staat er niet op. Nou, wat hebben we hier? Dit is een handleiding, the right fit, seeing clearly. You should be able to see clearly what your new Zen is once they fit well. Oké, maar er staat eerst bij wat voor soort sterkte het is. Dat is niet helemaal duidelijk. Au, ik ga even kijken of überhaupt inderdaad of ik een kleur kan zien. Jezus, ik dus niet. Ik zie dus niet kleur. Let me try. Voor mij zit er helemaal geen lenszinners bij vandaag. Voor mij is het alleen maar de bril. Daar zit wel degelijk sterkte in. Oké. Okay. Als ik hem opzet, dan zie ik veel waziger dan... It's best for an optician to adjust the glasses. But you can do it yourself by following the infographic available at your help center. ZenniOptical.com. Er zijn andere codes. Dus ik denk dat het een hele set is met... Met verschillende sterktes aan. Ja. Oké. Okay. Nou, dan moeten we wel op gemak een keertje nakijken dan. En anders gaat dit naar een opticien. Ja. Ja, ik denk niet dat de opticien dit wil hebben. Nee, maar die heeft contacten om het eventueel naar de derde wereld te sturen. Dat is waar. Dat is Dutroux. Dat is helemaal waar. Dan hebben we nog twee pakjes. En verstuurd door de... Er is niks bij ook aan... Nee. We hebben nog twee pakjes. Oké. Okay. Welke moet ik doen? Nou, doe jij de grote maar dan dadelijk. Oké, dan mag jij deze nog doen. Oké. Oh. Oep. Dan heb ik wel dat ik een groot pakje overmaak met een hoge overwaarde, maar... Oh my god! Weer die oogding. Nu zitten er 2 in. We hebben er nou totaal 4 van deze. Nou, dan moest je toch maar gaan gebruiken vandaag en morgen, denk ik. Oké. Okay. Van Rosalind, Doctor of Your Beautiful Eyes. Oké. Okay. Nou, daar zijn ze weer. Een populair artikel blijkbaar. Oké, deze was al enigszins kapot. Is het zo? Oh, wat? Verpakking of de... De verpakking. Oh, oké. Of nog de inhoud. Kleding vermoed ik dan zo te voelen en zo te zien. Oh, oké. Is er nog een zak? Een broek of zo? Nee. Oh nee, een trui denk ik. Een sweater. Oké. Maat M. Oké. Heel plastic. Heel erg plastic kunststof leren mouwen. Ja. En twee zakjes. En er zat hier wat op een OS. Please look for the OS. Thank you for purchase. If you are satisfied, please give us 5 stars. En ze hebben al 5 sterren op gedrukt. Dus oké. Dus oké, ik laat het even meelezen. Er staat dus inderdaad in voorschriften. Ik weet niet of dat in het beeld staat nu. Negative ironing board. Dus als je een negatief strijkijzer hebt. Nee, het is niet de ironing board. Oftewel, het moet, de strijkplank moet negatief zijn. Ja, klopt. Dat zeg ik al. Dus je moet, een strijkijzerplank hebben die negatief is. Ja, die depressief is. Ja. Ik ga hem even passen. Let's see if it fits. Oké. Actually, it fits. It fits. Oké. And I think it fits nicely. Ja, staat nog ook. Ja. Nou ja, oké, goed. Vooruit. Vooruit. Lekker. Het voelt lekker aan. Ja, en ik heb 6 brillen. 6 brillen. Nou goed, nou, en een masker. En een masker. En een masker. Ik ga het nu opzetten, want dan... Dan is het. Maar goed, ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. Mocht jij meer willen weten over de spullen die hier liggen, mocht je interesse tonen in een van de spullen. Nou ja, zoals ik al zei, mijn vrouw al zei, die brillenkokers en brillen, die gaan waarschijnlijk onze lokale opticien, want die stuurt altijd brillen naar de derde wereldland. Dus ik denk dat ze hier heel blij mee zou zijn, denk ik, met 6 compleet volledig nieuwe brillen. Dus, nou ja, de volgende keer gaan we weer pakjes openmaken. Hoop dat je het leuk vond. Zoals ik zei, mocht je commentaar willen hebben op iets dat je gezien hebt, schroom niet. En anders niet, dan zien we elkaar volgende keer weer. De volgende keer. Doei! Dag.